De Pleinbioscoop in Rotterdam is vandaag voor het eerst weer open. Zoals elk jaar zijn er films te zien op een groot scherm in het museumpark. 19 dagen lang mooie films in de open lucht op een klapstoeltje. Ja, dat is eigenlijk de Pleinbioscoop in heel in het kort. Samen met z'n allen film kijken. Dus niet alleen thuis, maar met veel mensen op een plein. En het leuke is van als je met veel mensen op een plein wat doodstil is, dat dat ook wel de emoties versterkt. De eerste film is The Shape of Water. Die film won dit jaar onder meer de Oscar voor beste film en beste regie. Andere films die getoond worden zijn bijvoorbeeld Jurassic World, Dunkirk, Black Panther en Back to the Future.